Ik zou heel graag deze alles hier willen beschilderen. Zodat de muur mee gaat werken en de schilderijen. Dat het allemaal met elkaar in een soort van gesprek gaat. Het is een menselijke schaal allemaal. Ik wil gewoon dat mensen er doorheen kunnen lopen. En gewoon, ja, menselijk formaat. Omdat ik nu een soort heel verhaal, een soort stripverhaal wil maken. Dus het moet een beetje gecontroleerd worden en niet meer alleen maar geschilderd op intuïtie. Door ze op verschillende plekken te plaatsen, waardoor je gewoon de hele tijd andere beelden krijgt. Ja, en toen had ik ze dus zo neergezet en toen kwam er iemand binnen en die zag opeens een landkaart voor zich. En dan daarin een soort detail wat ik eruit had genomen en vergroot had. En dan daarin, het volgende schilderij was weer een inzooming daarvan. Dus en dat, ja, dat vind ik echt heel leuk. Dat stimuleert mij ook weer en inspireert. We volgen haar werk al een tijdje en ze maakt volgens ons enorme stappen in de ontwikkeling. Waar ze naar streeft is een vorm van vrijheid en losheid. Die losheid is aan de ene kant vreemd omdat ze hele bewerkelijke materialen gebruikt. Dus ze zaagt bijvoorbeeld grote abstracte vormen uit hout en die zet ze midden in de ruimte. Ze schildert, maar niet met een grote kwast, maar met van die oilbars, waardoor het meer tekenen is en dan op enorm formaat. Dus het gekke is dat ze een soort lichtheid nastreeft, maar dat ze daarbij klassieke en bewerkelijke materialen gebruikt. Het werk is heel aantrekkelijk om naar te kijken. En vervolgens neemt ze je mee in een narratief die deels gegeven is, omdat ze dat ergens heeft gehoord of ergens heeft gelezen. En tegelijkertijd voegt ze daar een nieuwe verhaallijn aan toe en zet het aan tot